Pip Blom, ik heb van je vader gehoord dat jij op je 16e opeens met muziek bent begonnen. Waarom is dat? Ja, ik zag een wedstrijd langskomen. Mooie Noten heet die wedstrijd. En ik had altijd al gitaarles en zangles gehad. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook wel eens iets zelf maken. En ja, daar had ik liedjes voor nodig. Dus toen ben ik begonnen met schrijven. Ja, je vader is een oude rocker. Die was altijd met muziek bezig. Maar jij begon toen pas met je 16e. En wat gebruikte je zoal om die muziek te maken? Hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik kon niet heel goed gitaar spelen, dus ik gebruikte een driesnaar gitaar. Die heb ik hier ook. Dat is deze. Dat is super makkelijk was het om op te spelen. En een heel makkelijk orgel. En nou ja, zo, want ik dacht van mijn zwakte moet ik dan maar mijn kracht maken. Dus ik heb het daarmee ja, ben ik mee begonnen. En dan kwam mijn zang erbij. Ja. En toen heb je gewoon voor die wedstrijd heb je een aantal songs geschreven. Ja, ik heb er eerst drie gemaakt. En allemaal rond de 2 minuten. En toen dacht ik van ja, nou wat nou als ik word uitgekozen. Dan moest ik binnen een vrij korte tijd moest ik een set hebben van 20 minuten. Dus toen ben ik ja, als een gek allemaal liedjes gaan maken. Om die 20 minuten vol te krijgen. En ja, nou, toen werd ik dus ook echt uitgekozen. En nou ja, ben ik eerst naar de kwartfinale gegaan. En toen uiteindelijk in de halve finale ben ik afgevallen. Maar ja, ik was al heel blij, want dat waren mijn eerste optredens ooit. En toen dacht ik van, nou ja, het is wel zonde, want nu heb En ik het al was die in liedjes. Paradiso, hè? Ja, Je zat klopt. meteen al in Paradiso, had je die halve finale. Dus dat was de eerste droom die voorbij kwam, ja. Ja, precies. Nou ja, maar toen had ik dus al die liedjes. En toen dacht ik, ja, dat is jammer, want wat moet ik hier nou mee doen? En had En je het toen allemaal heb ik gebruikt? besloten. Ik zie achter je zie ik die enorme studio van je vader. Die had natuurlijk een heleboel spullen. Ja. Maar gebruikte je al die studio spullen van je vader? Of hoe heb je dat gedaan? Nee. Om dat op te nemen heb ik eigenlijk alleen ja, zo'n soort van klein USB-microfoontje gebruikt. En ja, want ik wist ook allemaal er eigenlijk niet zoveel van. Dus ik dacht, ik moet het zo simpel mogelijk houden zodat ik het zelf nog begrijp. En het geluid hiermee was heel erg goed. Dus Dus toen dacht gewoon ik, nou, dan doe ik het gewoon zo. GarageBand op je Mac en een USB-microfoon. Ja, precies. Dat was het. Ja. En dan was het ergens op vakantie in een huis in Frankrijk op een zolder. Dus ja, Simpel, zo ja. heb ik het eigenlijk. En toen, wat heb je toen met die muziek gedaan? Nou, toen ben ik er heel veel stukjes over gaan schrijven en ben ik het gaan verspreiden op social media. Maar vooral via Bandcamp. En dan met het idee pay what you like. Want ik wou heel graag naar een kamp. Een Teenage Kicks van Excelsior. Maar dat was best wel veel geld en dat had ik toen niet. Dus ik zei van, nou, ma iedereen mag iets geven. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar al het geld wat gegeven wordt, dat gaat naar dat kamp. En toen heb ik binnen 2 of 3 weken, ik weet niet precies meer hoe lang, heb ik €1000 daarvoor opgehaald. Dus dat was heel erg leuk. Ja, en je werd ook nog gewaardeerd voor je werk, zeg maar, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, want ik kreeg heel veel reacties en hij kwam ook op de luisterpaal en in allemaal verschillende lijstjes. Dus ja, het was veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, heerlijk, hè? Dat het zo makkelijk en zo open is, zeg maar. Ja. En toen kwam je op een gegeven moment ook nog op de voorpagina van TechCrunch, waar je vader echt ooit wel eens een keer heel graag zou willen hebben staan. Dat is ongeveer de hotste blog op gebied van high-tech, zeg maar. Maar toen kwam jij daar opeens op. Ja, klopt. Ja, ik weet ook nog steeds niet hoe dat nou is gebeurd. Ik denk dat het vooral ging om dat instrument. Omdat dat instrument, die Luke, is dus weer via crowdfunding is die tot stand gekomen. En ik ging dan weer mijn album en al dat soort dingen heb ik ook weer. Dus met geld. Dus ik denk dat het op die manier op TechCrunch is gekomen. En dat maakte natuurlijk echt nog veel meer los. En je ziet ook dat nog steeds. Ik denk niet dat dat te maken heeft met TechCrunch. Maar dat nog steeds dat er opeens mensen dan uit Australië liedjes luisteren. Of ja, of een of ander land dat je denkt, ja, hoe komen ze hier nou? Maar Ja. ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, dus dat ging hartstikke goed. Wat heb je nou nog daarna Ja. met dat, nadat je naar dat kamp bent geweest, wat heb je nou nog met de muziek gedaan? Hoe zit je er nu in? Nou, ik ben nu. Dus 2 jaar ouder. En ik ben heel erg op zoek gegaan naar wat ik nou echt wil doen qua stijl. Want dat was heel erg gitaar en zang en best wel singer-songwriter. Maar ik hou zelf veel meer van rock en punk. Dus ik ben heel erg het afgelopen jaar met het ontwikkelen van ja, mijn geluid. En ik ben ook bezig met het opnemen. En nu dus veel ingewikkelder met Logic en allemaal verschillende microfoons en al dat soort dingen. Ik ben op cursus geweest om dat te leren. Dus nu is het wel, ja.
je zou zeggen van een hoger niveau of zo. Maar nou ja, ik ben daar in ieder geval heel veel mee bezig. Ja, en wat ga je nou voor een opleiding volgen? Ik hoop dat ik volgend jaar word aangenomen op de Academie voor Popcultuur. Maar ik wou dit jaar al heel graag aangenomen worden, dus dat is niet gelukt. Dus ik ga nou, het komend jaar gewoon nog heel hard werken om daar dan wel aangenomen te worden. Ja, ja. En wat is nou bijzonder aan die Academie voor Popcultuur eigenlijk? In Leeuwarden zit hij, hè? Ja, klopt. Nou, ik ben zelf niet zo heel erg, als het gaat om theorie, dus of heel erg je instrument per se tot in de detail te kunnen bespelen. Maar daar gaat het heel erg om het idee van, nou, wat jij wil als persoon. En daar begeleiden ze dan in. En, maar ze kijken ook realistisch ernaar van, hoe kun je daarmee je geld verdienen en hoe kun je daarvan leven? En zo gaan ze dan met jou op zoek naar een soort van vorm waarin je dat in ieder geval een aantal jaar in je leven kunt doen. En ja, dat spreekt mij heel erg aan. Aangezien Standaard, ja, niet natuurlijk een het liefst van standaard. de muziek wil ik. Ja, het is niet een standaard werk, maar het is gewoon eigenlijk, Nee. je krijgt een opleiding gebaseerd op jij, wat jij wil en welke kant je Ja. uitgaat. En dat ze je ook nog een beetje helpen als het nou niet gewoon de grootste carrière wordt, dat je dan ook nog een baan ergens hebt. Dat je ook nog iets kan, dat je ook nog je geld Ja. kan verdienen. Hoe voel je eigenlijk nou deze ervaring die je zo mee hebt gemaakt? Dat... Ja, dat werkt echt heel erg goed in die zin dat je krijgt meteen dus feedback. Dus je ziet hoe het bij mensen valt. En als het dan zo gaat zoals het nu ging, dan ja, werkt dat gewoon heel erg motiverend. En ja, wil je gelijk nog meer maken en uitbrengen. Ja. En was jij nou al een beetje met social media bezig? Was dat gewoon normaal voor jou? Ja, nee, ik was er wel heel veel mee bezig. Dus op Twitter, Facebook, ook Instagram en mijn eigen blog was ik ook al heel veel bezig. Dus daarmee had ik ook al wel een soort groep om me heen gevormd van mensen die, nou ja, die me wat vaker volgden en al dat soort dingen. Dus, maar om dan echt te zien dat zij het ook leuk vinden, dat is wel heel erg ja, vlijend Ja, en leuk. optredens uitgekregen. Ja, ook, maar niet heel erg veel. Dus een stuk of ja, 15, 20, zoiets was het. En, maar allemaal heel erg leuk om te doen. Op Ja. totaal verschillende plekken. En ja, nee, heel erg leuk. Dus om ook de motivatie te houden om door te gaan, dat het bereikbaar is, dat wordt hiermee ook gewoon duidelijker. Ja, zeker. Ja, omdat je gewoon merkt dat het mogelijk is om iets, ja, om iets te doen in de muziek. En ja, dat smaakt naar meer. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.